17 juli. Het is bijna 9:30 en we gaan zo meteen richting Afrika. En we vliegen eerst naar Kaapstad. En het is een vlucht van 11,5 uur en ik neem jullie mee. Let's go! Yay! To Afrika! Spannend! Oh my god, 11,5 uur. Heb je er wel zin in? Zeker. Welk spel gaan we doen? Wat was dat? Een boertje. Keer op keer. Nee, we gaan clever doen toch? Je zegt net keer op keer. Zei keer op keer? Ja, dus wat wil je nou? Doe maar clever. Ja. Even koptelefoon opruimen. Heb je hem uitgezet? Nee. En Larissa gaat nu clever pakken. Uit onze etui. We wachten in spanning af. 9 letters, 2 woorden. Duurt lang. Kan je ondertussen wel een leuk verhaal vertellen? We zijn boven de Sahara. Dat kan je niet zien. Ik heb het net geprobeerd te filmen. Maar het is heel veel tegenlicht. Maar we zijn in ieder geval boven de Sahara. En we gaan een spelletje doen. Nou, hè? Ze gaat even... Die doen we niet. Oh, die is ook leuk. Ja, maar nee. Die doen we wel. Ja, kijk. Maar we hebben dus heel slim... Het is echt heel dichtbij. We hebben heel slim de kaartjes gelamineerd. Dus we hebben er echt maar een stuk of 4 mee. Allemaal gelamineerd. En dus een doekje en een stift. En dan kan je dus elke keer gewoon weghalen. Dus dat is echt top. Ik hoop dat het goed werkt. Toch? Duimpje. Ze is zo serieus. Ja, ik heb het heel druk. En dan moet heel die tas moet weer eronder vandaan om dit weer op te bergen. Dan moeten al die spullen uit mijn tas op het bakje van Dom te pakken. Ik heb daar geen zin in. Nee, nou dat moet dus daarom gaan groeien en hopen dat het niet valt. Deze meid heeft gewoon
pizza. Eén stukje, dus ik heb straks gevonden. Ja, één stukje, maar je hebt wel echt een super lekker toetje. Waarom heb ik die niet gekregen? Zo sad. Daar zijn we dan. Waar zijn we? Zuid-Afrika. Oh, we hebben het overleefd. 11,5 uur. Ja, dat was nog leuk ook. Ja, we hebben ons prima vermaakt. Ja. Het enige waar ik last van had, waren mijn benen. That's it. Verder, het was goed. Ja. Ik heb nergens van. En nu is het tijd om onze bagage op te halen, de taxi te nemen en richting het hotel te gaan. En wat gaan we doen? En vooral, fingers crossed, dat de bagage er ook echt is. Ja. En dat er niks in zit, want ik heb nog steeds buikpijn van. Dat er iemand drugs in heeft gestopt omdat ik in de gevangenis kon. En dat mijn flightback nog heel is, want die was kapot gegaan. Echt 10 minuten voordat ik hem moest inleveren. Maar wat gaan we doen als we in het hotel zijn? Douchen. En? Slapen. Nou, eerst douchen. Eerst douchen en dan slapen. Oh, heerlijk. We made it. Low five. Yes. Zo, gisteren heb ik de vlog niet meer afgesloten, dus ik doe het even de volgende dag. Inmiddels is het al 3:30 middags, we zijn al in Kaapstad, we zijn veilig aangekomen gisteravond in onze hotelkamer, maar pas tegen 12, want we waren natuurlijk degene die helemaal achter in het vliegtuig zaten, dus het duurde ontzettend lang voordat het vliegtuig uit konden gaan. En vervolgens moesten we ook heel lang wachten bij de paspoortcontrole. Dus ja, rond 12 uur waren we terug in onze hotelkamer. Heel die vlog niet meer afgesloten. Maar ik wil jullie bij deze even bedanken voor het kijken naar deze vlog. En ik hoop jullie bij een volgende video weer te kunnen zien. Doei doei!